Het idee is eigenlijk dat we op basis van historische foto's, die we van het Historisch Centrum Overijssel mogen gebruiken, een kunstenaar in het hele brede spectrum, dus dat kunnen ook architecten zijn of beeldend kunstenaars, dat kunnen mensen zijn die film maken of 3D-producties maken. Dus dat hele brede scala aan kunstenaars om hun te vragen, om hun visie op zo'n historisch beeld te geven. En dat je mensen dus op een andere manier door de stad kan laten gaan. Dus los van winkelen of wat dan ook, kan je een extra dimensie toevoegen aan de beleving van de stad. Als je gebruik maakt van de etalages in de binnenstad, dan kun je dat ook gewoon 's avonds als de winkels dicht zijn, kun je dat net zo goed doen. Het wordt een stadsexpositie. Dan kun je onder begeleiding van een kunstenaar die route lopen. Ja, je ziet hier een gespiegelde stad, een fantasiestad. En de kunstenaar, in dit geval architect, heeft dit ook metrospective genoemd. In metrospective. En ja, hij heeft zijn fantasie zijn bot laten vieren, zeg maar. Toen hebben we de stadsbeweging benaderd van, goh, komen wij in aanmerking met ons concept? Nou, met name dat stukje draagvlak, hè? En om het ook beeldend te maken. Mensen vinden het altijd heel moeilijk om zich voor te stellen hoe dat eruit komt te zien. Ja, en toen hebben wij de stadsbeweging gekregen en zijn we aan de slag gegaan.